In deze film gaan we een hyperlapse maken. En wat is een hyperlapse? Een hyperlapse is een soort van filmpje. En dat filmpje dat bestaat in dit geval uit foto's. En deze foto's zijn allemaal ons de beurt gemaakt met een tussenpauze van in dit geval 4 seconden. En dat betekent dat er eigenlijk net iedere keer iets op de foto verandert. Als ik bijvoorbeeld even inzoom naar deze twee foto's, dan zie je dat er op de linkerfoto drie auto's op de straat rijden en op de rechterfoto nog maar één. En dat is een echt duidelijk verschil. Er zijn ook nog gewoon andere kleine verschillen. Zo zullen de bomen een klein beetje waaien. Er zal misschien een klein beetje uh, beweging zitten in het water. Maar goed, iedere vier seconden heb ik dus een foto gemaakt. Ik heb mijn camera keurig op statief gehad. En ik heb gelukkig een intervalmeter op mijn camera. Dus uh, ik kan dat gewoon op de camera instellen, dat hij onder de vier seconden een foto maakt. Of welke interval ik ook leuk vind. Heb je dat nou niet op je camera? Daar zijn ook speciale afstandbedieningen voor te koop. Die kosten uh, variërend van een paar tientjes tot uh, als je de originele van Canon of Nikon neemt, meer dan 100 euro. Um, ja, ga je hem heel veel gebruiken, kun je zo'n originele overwegen. En is het voor af en toe, dan kun je misschien ook gewoon wel met een ding van drie tientjes vooruit. Maar ik heb dus 120 foto's geselecteerd en deze moet ik in Photoshop gaan brengen. En dat doe je in Photoshop niet bij Bestand en dan Openen, maar dat doe je bij Bestand en dan Scripts. En dan kies je voor Bestanden laden naar stapel. En je krijgt dan vervolgens dit menu voor je neus. Je kunt gewoon bladeren en dan kun je gewoon de juiste map opzoeken: Hyperlapse JPEG. En met Ctrl A selecteer ik alle foto's en druk ik op OK. Nou, die worden vervolgens ingeladen. En als Photoshop daarmee klaar is met rekenen, dan uh, heb je de optie om rechtsboven op oké OK te klikken. En je hebt hieronder de optie om de bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen. En heb je nou niet helemaal goed vanaf statief geschoten, dan zou je dat aan kunnen vinken. Ik doe dat niet, want dat is gewoon meer rekentijd. En ik druk op oké. OK. Photoshop gaat alles openen zoals je hier rechtsonder ziet in éénzelfde document. En gaat gewoon al die lagen boven elkaar plaatsen. Afhankelijk van hoe groot je foto's zijn, kan dit gewoon enige tijd in beslag nemen. En dan heb ik maar gekozen voor 120 foto's. Dat wordt dadelijk een timelapse van 4 seconden. Maar als je bijvoorbeeld 240 foto's hebt voor 8 seconden of misschien nog wel veel meer. Ja, je snapt dat het dan gewoon langer gaat duren. Inmiddels is hij klaar en heb ik dus al die foto's, dus gewoon boven elkaar staan in één groot document. Nou, daar kan ik een film van gaan maken en dat doe ik in de videotijdlijn. En dat vind je hierboven bij Venster en dan heb je daar Tijdlijn staan. En om dit allemaal om te zetten naar de video, kun je gewoon heel simpel in één keer op de knop Videotijdlijn maken drukken. En dan heb je hier dus gewoon al je lagen in de videotijdlijn zitten. En als je naar beneden scrolt, dan zie je dat ook gewoon. Alleen deze lagen staan allemaal nog gewoon ja, over de gehele tijdlijn verspreid. De bovenste laag, in dit geval 1194, staat gewoon van 0 tot 5 seconden in beeld. Als ik bijvoorbeeld op afspelen uh, druk, dan zie je dat er eigenlijk ook gewoon helemaal niks verandert. En dat komt omdat het eigenlijk gewoon nog geen losse frames zijn. Iedere laag moet eigenlijk gewoon één frameje duren. En aansluitend moet de volgende laag komen. Nou, dat kun je met de hand doen. Dat is natuurlijk heel veel werk. Maar dat kan ook gewoon in Photoshop zelf. Je hebt hier een klein menuknopje zitten. En als je daarop drukt, dan heb je hierboven de mogelijkheid voor frames omzetten. En daar kies je frames maken van clips. En zoals je ziet, iedere clip wordt gewoon uh, één frame lang. Ik ga even helemaal naar onderen. En al die frames zitten dus gewoon achter elkaar geplakt. Zou ik nu op afspelen drukken. Dan zie je dat het gewoon wel klopt. Dan is iedere laag is maar één frame te zien. En dat is een stuk beter. Dan krijg je in ieder geval gewoon beweging in je film. Ik ga alle lagen even selecteren. Ik klik gewoon op de bovenste. Ik scroll naar beneden. En ik klik op de onderste. En ik zet ze gewoon even mooi aan het begin. En ik wil deze lagen dus eigenlijk ook nog gewoon wel even heel netjes in een groep. Want dit zijn 120 aparte lagen. Dat is lastig werken. Je kunt gewoon naar boven gaan en bij de eerste laag op het pijltje klikken en kiezen voor nieuwe videogroep uit clips. En vervolgens staan ze dus allemaal achter elkaar. En heb je aan de zijkant ook gewoon in je lagenpaneel één laag. Of één groep met daarin alle lagen. En vervolgens kun je hier nog wat bewerkingen aan doen. En die komen er dan ook in je videotijdlijn gewoon bovenop te liggen. En zo ben ik wel tevreden. En vervolgens. Als laatste met de crop tool snij ik hem uit. En ik kies gewoon voor een 16-9 verhouding. Je kunt hierboven verhoudingen uitkiezen. En zo gaat mijn film er dadelijk uitzien. Om hem te renderen dat kan weer hierboven bij het minuutje. En je klikt op video renderen. En vervolgens kun je gaan kiezen hoe je hem op wilt slaan. Ik wil hem hyperlapse gaan noemen. Hij mag gewoon op de desktop blijven staan. En als instellingen voor de video kies ik voor een indeling van H.264 de resolutie 1920 bij 1080 en 30 frames per seconde. En hieronder zorg ik dat de optie alle frames is aangevinkt. En ik druk vervolgens op rendering. En Photoshop gaat gewoon aan de slag en gaat gewoon mijn hyperlapse maken en dat heeft hij vrij rap gedaan. En als ik nu terug ga naar het bureaublad, dan zie je hem hier staan. En als ik hem open, dan zie je dat ik gewoon een hele mooie hyperlapse heb gekregen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.